En je moet het op jouw manier doen en je moet het op een jazzy manier doen. Oh, ik heb me er nooit zoveel van aangetrokken. Ik gebruik ze door elkaar ook, mineur en majeur. En trouwens, als je jazz speelt, dan heb je zoveel mogelijkheden om in de bluestone soorten iets te spelen. Ook, er hoeft niet speciaal een blues te zijn, maar het soort akkoord wat je daar speelt, dat kan je dus ook in beide gebruiken. Spotify ben ik niet zo'n grote fan van. En het is wel leuk om dat te zien allemaal, maar als je dus een... er komt binnenkort een nieuwe LP van mij uit. Samengesteld door mensen, ik geloof ook van Spotify. En dat wil meteen zeggen dat je zo'n cd nooit meer kan verkopen, want iedereen kan hem dus gewoon op Spotify beluisteren. Uiteraard Miles Davis, want dat is een muzikant die zich steeds vernieuwde. En het leuke is nou wel wat je zegt, Stan Getz was iemand die heel veel met jonge muzikanten ging optreden. Dus die deed eigenlijk wat er ook gedaan moest worden, maar Miles Davis veranderde de muziek een beetje. En wat Stan Getz is, dat die was een goed opleidingsclubje voor jonge muzikanten. Want de meesten die naderhand ook bekend zijn geworden, die kwamen bij Stan Getz vandaan. Zangers en zangeressen heb ik een beetje moeite mee, moet je eerlijk zeggen. En ik denk dat ik ze of te veel heb gezien of niet helemaal begrepen heb. Maar geef mij dan nog maar Frank Sinatra aan. Candy Dulfer is weer beroemd en dat ben ik niet meer in elk geval. Ik ben al blij als hier iemand weet wie ik ben. Festival zonder het publiek, dat is belachelijk. Ik speelde daar op Amersfoort ook altijd een nummer van Slayer bijvoorbeeld. Dat is een heavy metal groep met keiharde muziek. En dat is niets voor jazzliefhebbers, ook niet voor jazzmuzikanten, maar ik speelde het wel. En dan was er altijd in het publiek opeens iemand die opsprong en die riep Slayer! Ik ben jarenlang de beste whisky drinker geweest die er was. En ik dronk het allebei. Wijn vond ik niks. Vind ik af en toe wel lekker een beetje. En bier, kijk, het nadeel van bier is dat je wordt er zo vol van. Ik krijg er zo'n vol gevoel van. Ik vind het niet lekker. Fastfood vind ik best oké, maar je kan het niet meer krijgen, laat ik het zo zeggen. Ik heb een hekel aan om bijvoorbeeld in de rij te staan, dus ik ga niet in de rij staan, ook niet met mijn auto, om ergens, dat ik uiteindelijk iets moet bestellen. Dat je drie keer moet vertellen hoe je het wil hebben en dat je het dan verderop krijgt in een zak van fout papier. En dat je het in je auto moet opeten en alles valt op je broek. Mijn muzikanten en ikzelf mogen niet eten voor het optreden. Niet iedereen is het daarmee eens. En ik heb wel eens moest ik bijvoorbeeld in Breda spelen en ik ga met mijn eigen auto en die andere jongens ook. Nou, die rijden dan eerder die richting op. En zag ik een auto staan bij McDonald's of zo. Dus toen kwam ik aan en zei: zo jongens, lekker gegeten bij McDonald's. Nee. En zei: ja, maar Hans, nee, het is niet wat je denkt. Ze hebben tegenwoordig van die heerlijke salades daar. Leugenaars. Ik zag het vet nog aan hun bek. Als je veel adrenaline krijgt, dan eet je ook niet zoveel. Dus zo ben ik zo rijk geworden. Weinig te eten. Ik heb wel eens een muzikant van het podium afgestuurd die zo ontzettend naar knoflooks trok. Ja? Dat ik er gek van werd, ja. Je vraagt me wat. Maar ik vind sneakers wel het beste ervan voor. Ik speelde met een commercieel bandje in de tijd. En ik had een Italiaanse saxofoon. En op een gegeven moment kwam de leider van de band die kwam naar me toe en die zei: Hans, we vinden je hartstikke goed spelen hoor, maar we durven het haast niet te zeggen, maar je speelt zo onzuiver. Oh, zei ik toen. En
Hij zei, het ging toen meteen heel snel door en hij zei, wij, de hele band, hebben besloten, wij gaan met z'n allen, dus jij ook, zei hij tegen mij, gaan we een optreden doen in Haarlem, in de weekends, in een café daar. En dan nemen we allemaal geen geld en van dat geld, van wat we anders zouden krijgen, kopen we voor jou een nieuwe Salmeres. Echte Marxus, heb je die nog steeds? Ja, wacht even, ja. Ik heb hem nog steeds. Dat was een, toen de tijd wist niemand dat het een Mark 6 zo bijzonder zou worden natuurlijk. Maar goed, ze kwamen dus op een gegeven moment aan met die splinternieuwe muis. En we gingen spelen daar, dus hele maand gespeeld. En nou, ik vond het wel te gek, weet je wel zo. En toen opeens kwam ik toch na verloop van tijd, dus niet meer precies naar die maand, maar een beetje later, kwam die leider naar me toe en die zei: ja, Hans, ik vind het hartstikke leuk, maar je speelt nog steeds oorzaak. Toen ik ooit begon te spelen, ben ik in de fout gegaan door te denken dat als je het zwaarste en het grootste mondstuk nam, ja, dat je dan eigenlijk de beste jazzmuzikant was. En dat is een volkomen foute opvatting. Je moet beginnen met een licht mondstuk. Het is een mondstuk voor gorilla's. En toen zei ze, ja, het voor mijn vader, zei ze toen. Nou, dus dat hebben ze gekocht en dan kwam ze nou, hier bij mij aan natuurlijk. En ik helemaal, nou, het allerzwaarste mondstuk wat er bestaat dus gewoon. En nou, ik deed er een, maar voor de veiligheid een slappe riet even op. Even proberen, nou. Nauwelijks geluid, helemaal geluid. Als je met de camera naar beneden kan gaan, dan kan je zien dat ik een heel grote kist heb, zo groot ongeveer. En die is gevuld met schedels. Nee. Uit de 10e eeuw. En als ik hier nu dus in de grond een schep in de grond steek. Ja, als ze dit uit de grond halen. Dan komen ze nog steeds tevoorschijn. Ik moet een beetje oppassen. Want ik heb het wel eens aan mensen laten zien die er echt verstand van hebben. Die zei, ja, maar kijk, dat is menselijk. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een schedel. Waar je zag ook hun tanden nog uit die tijd. maar er zitten ook bijvoorbeeld koeien. Die gegraasd hebben hier later eeuwen natuurlijk en alles. Zo, er zit er ook van bij. Dus. En, maar die man die ik erbij had gehaald, die kon het allemaal precies zien.